effectiviteit van bewustwordingsactiviteiten over huiselijk geweld, kindermishandeling en genderrollen in 4 buurten, een actieonderzoek welke verricht is geworden door Stichting Projecta in samenwerking met 4 andere buurtorganisaties. We spraken over de onderzoeksresultaten en de bijdrage welke met name geleverd is geworden door buurtonderzoek Pontbuiten en Stichting SARI. We spraken met de vertegenwoordigers van beide organisaties, gevolgd door mevrouw Sharda Ganga, de directeur van Stichting Projecta, die veel meer aangeeft over dit onderzoek. Goedendag, ik ben Jason Mensel van het ministerie van Arbeid, maar ik beheers ook vandaag namens buurtorganisatie Pontbuiten en Omgeving. Ja. U hebt ook uw bijdrage geleverd aan het onderzoek effectiviteit van bewustwording, bewustwordingsactiviteiten over huiselijk geweld, kindermishandeling en genderrollen in 4 buurten, een actieonderzoek. Wat is uw bijdrage, wat is uw deel precies geweest binnen dat onderzoek? Om te beginnen, een van de 4 buurten was namelijk Pontbuiten. En ik ben onderdeel van buurtorganisatie Pontbuiten en Omgeving. We hebben reeds geruime tijd een samenwerking met Stichting Projecta. Ze hebben ons vaker geholpen in projecten wanneer het gaat over hoe gaan jongeren om met democratie, jongeren leren over genderrollen. En in Pontbuiten zijn we ook voornamelijk gefocust op de kinderen. Dus toen dit project dan vorig jaar weer, het was een vervolgproject, weer te rollen kwam, hebben we daar ook samengewerkt met Stichting Projecta vooral op de Taborschool 50 jongeren een beetje te leren over wat zijn de verschillende vormen van geweld. Wanneer is er sprake van huiselijk geweld, wanneer is er sprake van geestelijk geweld, wat is het verschil tussen geestelijk geweld en geestelijke verwaarlozing. En hebben we dat geprobeerd over een sessie van 3 dagen in de maand oktober en ook een vervolgsessie sessie in de maand november naar de kinderen, vooral op de Taborschool, kenbaar te maken op een interactieve wijze. En de onderzoeksresultaten, wat heeft u daarmee gedaan? De onderzoeksresultaten, dus daarmee is Stichting Projecta nu mee bezig. Het volledige onderzoeksresultaat heb ik nog niet gezien. Dat is Projecta nog bezig af te ronden. En als ze het hebben afgerond, gaan wij het dan te zien krijgen. En dan kunnen we daarmee dan ook in feite een beter plan uitzetten voor het jaar 2023. U hebt gesproken met jongeren, u hebt informatie van ze gehad. Ja, moeten we ons zorgen maken om de antwoorden die u hebt gehad van deze jongeren? Nee, vooralsnog zou ik niet zeggen dat we ons zorgen hoeven te maken. Je kan wel zien dat vanuit ze dat ze wel een bepaalde kennis hebben over wanneer vormen zijn, welke vorm van huiselijk geweld zijn. Maar ik moet wel zeggen dat voornamelijk huiselijk geweld is dat herkent men het snelst door middels van plaatjes, hebben ze ook gewezen. Je kan wel zeggen dat bepaalde dingen als geestelijke verwaarlozing zijn wel bepaalde zaken die ze nog niet herkennen. En ik zou ook zeggen, ook soms de grens van seksueel molest herkent men soms ook niet helemaal. Maar ik zou niet zeggen dat het zorgwekkend is. We moeten het gewoon even vaker naar ze toe lichten. En dan gaat er wel een bredere basis bij ze ontstaan. Ik ben mevrouw Chotu Sanchit. Ik ben ondervoorzitter van Stichting SARI Nikeri. Ja, mevrouw Chotu Sanchit. Ook Stichting SARI heeft meegewerkt aan het onderzoek effectiviteit van bewustwordingsactiviteiten over huiselijk geweld, kindermishandeling en genderrollen in 4 buurten. Een actieonderzoek. Kunt u ons vertellen wat jullie precies hebben gedaan? Wat is jullie bijdrage? Nou, we hebben ze eerst bewust gemaakt en de bewustwording bij hen dat er echt bestaat. Dat er vrouwen worden mishandeld, kinderen worden mishandeld. En dat er verschillende soorten van mishandeling zijn waarbij men soms niet zo alert is en men denkt dat is geen mishandeling. Die bewustwording hebben we bij ze gebracht. En wie is ze? Mannen, vrouwen en ook bij kinderen hebben we het gedaan in Nikeri. Ja, onder hoeveel? Hoe groot is de doelgroep geweest? Het is in alle 5 soorten gedaan. En het hing ervan af. Hè. In Wageningen hebben we gedaan, daar was de opkomst. In Heenaar, overal was de opkomst redelijk goed. En we hebben ook op het ministerie gedaan, LVV. En daar was het optimaal. Mm-hmm. Ja. En wat zeggen de onderzoeksresultaten? Nou, u hebt het gezien. Het is dus eerst is men helemaal niet bewust van dat er gebeurt.
En aan de hand van de voorlichting is er men bewust geworden. En er zijn mensen ook geweest, bijvoorbeeld ik haal een voorbeeld van één man, die zei van hij heeft zijn kinderen zodanig geslagen en dat hij dus nu er zo'n spijt van heeft, dat hij gedaan heeft en hij heeft zich verontschuldigd bij de kinderen. En dat was dus echt iets dat mij, tot nu toe heb ik het onthouden, het heeft me ook getriggerd. Het is, in sommige opvoeding is het dat slaan gaat helpen. En ik denk dat in het verleden en vooral bij deze persoon het zo was. Dat praten niet helpt, ik moet slaan. En eigenlijk ben ik in die keren ook een beetje bezig en soms zie je bij mensen van, doe dit niet want ik sla je. Tegen kinderen wordt dat vaak gezegd. Dus op dit soort dingen hebben we ze ook gewezen. En het gaat niet van de ene dag op de andere. Maar dat die bewustwording er is en dat men het zegt. En dan merk je, oh ja, ik mag dit niet. Dus het gaat zoetjes aan wel beter worden. Het resultaat kan je nog niet zeggen dat het 100% is. Maar dat die bewustwording er is, dat vinden wij al ja, goed. Ja. Wat zullen jullie dus dan verder doen nu jullie toch wel het een en ander voorhanden hebben, het een en ander weten? Nou, we hebben dus, kijk, dit is een veel gefinancierd project geweest. Ik denk, Sari heeft geen geld. Dus wij, als wij projecten hebben, of als we gewoon ook bij andere gelegenheden bij ze komen, dan bijvoorbeeld, Sari heeft een sportveld op Klein Henaar, op Groot Henaar. En ook daar zijn we bezig. Als de sporters komen, dan wordt erop gelet. En in andere activiteiten, we zijn nu bijvoorbeeld ook bezig met een milieuproject. Hè? Met plastic, over plastic en zo. Dat is ook een project van UNICEF geweest en zo. En ook daar ontmoeten we mensen. En ook daar wordt er ook, dus dingen worden meegenomen. Bewust en onbewust worden deze dingen ook meegenomen. En we hebben, Stichting Sari heeft in alle 5 resorten vertegenwoordigers. We hebben ongeveer 30 vrouwen in de organisatie. En zij zijn de key persons in de verschillende resorten. Dus ook die mensen hebben goed contact. Ook wat mishandeling betreft. Dus ook daar kunnen de mensen, want het zijn vertrouwenspersonen. Het gaat niet zo makkelijk, maar de eerste stappen zijn gelegd. Dit onderzoek is omdat we willen kijken of de programma's die we uitvoeren met betrekking tot de programma's die we uitvoeren in buurten waarbij we kijken hoe je mensen bewust maakt over de verschillende vormen van geweld, waar ze naartoe moeten, hoe ze ermee moeten omgaan, of het effect heeft. Weet je, van we doen iets, maar werkt het? Daarom. Ja. 4 buurten, om welke 4 buurten gaat het en waarom die buurten? We hebben dit keer gewerkt in 4 buurten, te weten Latour, Pontbuiten, Goede Verwachting en Ikeria. Dat was geen buurt, maar Stichting Sari was onze partner daar. En die heeft gewerkt in Henaar, maar ook in bedrijven. We hebben niet zozeer buurten uitgezocht, als wel buurtorganisaties. We partneren altijd, we werken samen met buurtorganisaties. En dit zijn buurtorganisaties met wie wij actief samenwerken, al samen hebben gewerkt op dit vlak. En die bereid waren om midden tijdens COVID dit met ons te doen. Wat zegt Latour bij het onderzoek? Dus het onderzoeksresultaat ten aanzien van Latour. In Latour is er gefocust, in elk van deze organisaties heeft zelf gekozen voor welke doelgroepen zij wilden werken. En in Latour, houdt met ten goede, was het vooral de leerkrachten. Dus niet zozeer kinderen of zo, maar vooral leerkrachten van 2 scholen. En wat we kunnen aantonen is dat leerkrachten heel snel begrip bijgebracht kan worden over verschillende vormen van geweld. Dat ze in staat zijn om het te herkennen, ook in de klas. Dat ze herkennen van, hé, ik moet misschien iets met dit kind. Weet je, van misschien zit hier een probleem, misschien moeten we hier verder mee. En het heeft ook duidelijk gemaakt hoezeer leerkrachten graag die rol op zich willen doen, nemen, om meer te betekenen voor die kinderen, voor hun leerlingen. Alleen zeggen ze, we moeten daar wel de tools voor hebben. Weet je, van dus het moet ze eerst geleerd worden. En wat heel belangrijk was ook van dat het belang dat de leerkrachten hechten aan de communicatietrainingen die ze kregen, waarbij ze echt zeiden van, hé, ik heb echt geleerd om
ook op mijn toon te letten als ik met die kinderen praat, om non-verbale communicatie mee te nemen. En zo een hele scala van, een hele groep van zaken, waarvan je zou zeggen, ja, maar dat hoor je eigenlijk in gewone communicatietrainingen al te krijgen. Als leerkrachten zeggen van, ik ben blij dat ik het heb gehad, dan kun je de vraag stellen, moet dat niet een grotere en belangrijkere plek krijgen in hun opleiding? Ja. En kunt u zich zo heugen over onderzoeksresultaten bij de goede verwachting? Niet specifiek zo, nee. Nee. Wat zal er gebeuren met de onderzoeksresultaten? Nou, de onderzoeksresultaten doen wij gewoon eigenlijk voornamelijk voor onszelf. Om te zien wat werkt wel in ons werk, wat werkt niet. Ten tweede, samen met UNICEF, weet je, die dit programma financieren, kijken we naar van oké, welke type activiteiten hebben welk resultaat en wat voor soort programma's moet je ontwikkelen. De vervolgstappen nu? We zijn al bezig met het vervolg. Gebaseerd op dit onderzoek zijn we nu nog steeds met dezelfde organisaties bezig met nog meer awareness voor andere groepen en dergelijke. En hopelijk, we hebben tijdens dit onderzoek hebben we ook geïdentificeerd welke organisaties er zijn in andere districten die eventueel mee zouden kunnen doen. Als daar fondsen voor zijn, gaan we daar verder mee. De feedback van vandaag, wat zal daarmee gebeuren? We nemen alles mee. Weet je, het was een levendige discussie. Wij hebben veel geleerd, ik hoop de mensen daar ook. Maar er was ook een fantastische interactie tussen de mensen zelf. We waren heel blij dat er zoveel, dat er parlementariërs waren. We waren blij dat er zoveel mensen van verschillende ministeries aanwezig waren. En van buurtorganisaties. En het deed ons goed om te zien dat ze onderling al afspraken maakten van hey, kan ik even met u zitten? Van, u weet hoe we dit moeten oplossen, mogen we verder na afloop een afspraak met u maken. Dus in alle opzichten geslaagd. Dat is dat stukje huiswerk waarmee partijen uit elkaar gaan. Ja.